Leuk dat je kijkt naar deze video. Zijn we lekker enthousiast vandaag? Yay! Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag zijn we bij Sabine. En we gaan video's opnemen. En met de paarden kroelen. En rijden. Het is vandaag zaterdag. En we zijn bij Sabine. Hi! Ja, tuurlijk. Ik ben Sabine en ik ben paardenfotograaf en journalist. Vandaag zijn jullie bij mij op stal. Bij mijn paard UFO. UFO? Ja. Dus die zweeft in de lucht. Ja, hij zweeft in de lucht. Tess, die is eventjes een paardvies aan het maken voor de video. Oh, oh. Rustig, Tess. En UFO vindt het een beetje gek. Hij is natuurlijk niet gewend aan zulke kindertjes die ineens van alles in hem gaan proppen. Normaal moet hij altijd hele spannende wedstrijden doen en zo. Hij wil wel heel graag knuffelen. Wat wil hij doen? Knuffelen. Knuffelen. Oh, dat maakt niet uit. Ik hou van knuffelen. UFO houdt van knuffelen. Tess houdt van knuffelen. Dus Tess gaat nu het hoofd al omdoen. En ik heb begrepen dat dat dan een langdurige sessie kan worden. Nee. Je hoofdstel is nogal ingewikkeld. Ik bedoel, ik vind het kwijt. Hebben we een knuffeltje, Tess? Oké. Goed zo! Oh ja, hij zit echt bij de hand goed. Volgens mij, zodra ik door mijn knieën zak, denkt hij. Gezellig. Ik wil hem meenemen, mama. Ja, hij is wel heel leuk, hè? Ja. Vind ik ook. Hij heeft nog een strootje in zijn staart. Oeh. Ah. Ja, dat is wat ik doe. Die doet nergens omheen. Maar iemand moet er filmen en editen. Ja, daarom hebben we mijn moeder toch... En die is bezig met jouw video. Nee, want die is al klaar. Oh. Wow. Die zijn... Nee, we hadden het erover dat Rebecca had per achter die camera even schuilt en dat wel voor hem. Dat het altijd maar voor gek staat. Hé, hey, die gaan we kop zitten. Wat heb je? Ja. Zo, kindertjes mogen even omkleden. En na deze productieve video die we gemaakt hebben over de tips van het fotograferen van je paard of pony samen met Sabine, gaan ze nu eventjes gezellig rijden op UFO. En ik denk dat hij dat ook wel heel erg fijn vindt, want hij moet nog even leren om een YouTube-paard te worden. Hij heeft nog wel wat tips en trucs nodig, zeg maar. Ja, maar voor de eerste keer... En hij deed dit heel goed. Hij is echt wel een YouTube-paard in wording. Hij kan het absoluut. Hij is braaf genoeg. Hij vindt dingen niet gauw gek. En hij vindt het ook nog wel een soort leuk om de dingetjes te doen. Dus dat is... En hij is geduldig, dus dat scheelt enorm. Nou, Sabine gaat eerst even rijden. Dan Kim, dan Tess. Dus we gaan het allemaal meemaken, jongens. Nou, dan zit ik dan op mijn kabouterbankje. Ik zeg net tegen Rebecca, dit is een bankje van mijn formaat. En ze zegt gewoon, ja, een kabouterbankje. Dus ik word hier gewoon een beetje uitgemaakt voor een kabouter. Gaat even op UFO rijden. Ja. Succes. Dankjewel. Ga maar. Voor het UFO. Nou, Kim rijdt nu op UFO. En ik rij UFO
voor Tessa van Hemert. Tessa rijdt internationaal bij de ponies met Noordhof Surprise. En hun hadden alvast een paard gekocht. Maar het bleek toch allemaal een beetje te veel en te druk. Dus zochten ze een Amazone om hun paard een paar jaar te rijden voordat Tessa met hem bij de junioren mag starten. En ik was toen ook net op zoek naar een braaf paard, want ik was een paar keer gevallen. En ik durfde eigenlijk niet, dus ik stond voor de keuze of ik zoek nu een heel braaf paard of ik ga stoppen. En toen liep ik eigenlijk UFO tegen het lijf en dat was voor mij wel echt een heel groot geluk, want hij is super braaf en hij doet het echt super goed. En nu mag Kim ervaren waarom ik hem zo leuk vind. Tess, ga je je teugels ook nog vastpakken? Of? Ja. Tess kan het wel hoor. Ben je met Del ook een beetje aan het voelen dat hij naar geen terug loopt? Ja. Nou, kijk maar of hij het ook kan. Ja, maar kan je zijn ander? Hoezo? Nou, dit is toch net een pony? Nee, ik heb wel ietsjes groter. Nou, probeer het dus. Doe een beetje beneden. Steek je benen bij. Ik nee, kom maar naartoe. Hij valt bijna in slaap, joh. Ja. Hoe gaat die harder? Met je been. Ik ga even eten. Ik ga even rijden, want ik moet nog één stukje van de video afmaken. Dus ik laat Tess Kim straks gewoon hier achter. Ja, ik ga even rijden en dan ga ik daarna naar huis. Ja, je bent een brave passie. Je bent bij een brave passie. Nou, met mij is iedereen buiten aan het rijden, geloof ik. Dus lekker druk. Nou, niet heel druk hoor, maar meer dan ik gewend ben. Dat weet ik dus nog niet. Ja. Ik hoop dat het goed komt. Ook goedemorgen, Bel. Kom, ga ik even je bukkelswassertje pakken. Zo. Belletje. Slot open. Die daar ook.
Als er weer pakken. Bel. Het is hier nog een beetje donker. Haar haar zit niet heel erg goed. Misschien moet ik het goed gaan doen. Oké, ik ben wel benieuwd wat jullie op zondagochtend doen. Laat het hier weten in de comments. Wat doe jij op zondagochtend? Uitslapen of ga je ook al naar de paarden toe? Lekker ontbijt maken. Bel. Kom, je haar zit nog niet goed. Bel. Hey. Ze pakt toch gewoon stiekem een hapje hooi. Gaan we naar een stapmolen. Kom maar. Ik wil altijd eerst nog een pirouetje. Tata, tata. Nou, Bel, kom je mee? Zo, Bel en vrouwtjes in de stapmolen. Hey, jouw woord. Ja? Als je heel goed met je vlogt, maar probeer daar te vloggen, dat zie je ook zien. Ja. En nu gaan we ook Henja steken afdoen en haar in de stapmolen zetten. Henja, de Penja, hallo. Goedemorgen, Henja. Je zit al aan je maal. Ja, lekker ochtend aan het eten. Nou ja, helaas, ik ga je verstoren. Wil jij nog wat zeggen, Hanja? Nee, oké. Doei. Doeg. De dametjes staan de stapmolen. We beginnen met Henja. Daarna komt Bella. En dan moeten we even wachten, want dan komt Verona. Gezellig hoor, met z'n drietjes. De paardjes staan in de stapmolen. Vogeltjes fluiten. Het is lekker weer. Het zou vandaag 20 graden worden. Het is nu nog een beetje fris, maar het komt tot ochtend is. We hebben ze lekker peentjes gegeven. Ja. En vooral naar haar medicijnen. En nu ga ik even kijken wat ik kan doen. Wat minder. Ik had ook wel. Hallo. Ben je aan het doen? Ik ben draaien. Is het leuk? Waarom heb je andere teugels? Koe. Het is wel lekker weer. Nou, lekker rijden maar. Ja, hallo! Even serieus. Je moet bruin worden. Ja, maar niet zo bruin. Ik zie een wortel. Ik heb een niet de wortel. Een witte wortel. Een smelk. Ja, dat kan. Het is hier een beetje donker. Ik ga allemaal peentjes snijden. Ga ik in deze bak doen. Alleen, ik had een mesje meegenomen. En toen ben ik zo slim geweest om die ook mee te nemen. Dus gaan we even een schaar pakken. Ik ga heel gevaarlijk doen. Ja, oké. Nou, dan stapt iemand in de auto. Oké. Dus hier uit een schaartje pakken. Scheer, scheer, scheer. Hier is die. Zo. Hoppa. Ik ben nog steeds heel blij met dit. Alleen ik zie er hier nogal anders uit. Ik ben een volwassener geworden. Goed hè? Nee, niet echt. Ik hoop dat het met de schaar ook lukt. Het is nu volgens mij 20 graden. Nou, geen 20 meer. Maar ik denk dat het nu 17 graden is geworden inmiddels. En dat is nog steeds heel erg warm. We zijn dat dit een van de warmste weekenden was van 2019. En dat wil ik best geloven. Beenknippen is niet het beste idee van heel de wereld. Oh, dit gaat echt heel goed zo. Not. Doei, been. Oh.
doe dit niet na, alsjeblieft. Het is erg gevaarlijk. Maar ik kan niet anders. Zo, deze gaat mee. Jullie gaan mee. Denk dat die schaar hier wel in kan blijven zitten. Oké, dit. Zo. Houden jullie vast. Ja. Anders gaat hij een beetje lastig. Zo. Oké. We hebben een nieuw paard. Kijk eens. Daar is ze. Ja. En daar gaat ze. Ze moet eerst liggen, ze mag niet stijgeren. Ze moet eerst liggen. Ze kan het toch niet. Tada! Tada! Ja, bijna hè. Zoals Tessa aangegeven heeft, is de kamer... Oh, het zit heel... Klein beetje normaal, let op. Zoals Tessa aangegeven heeft, is de vlogcamera kapot. Ja. Ja, kapot. Hij doet het nog wel, maar niet goed genoeg. Dus die is naar waar we hem gekocht hebben terug. We gaan ze hem nakijken en dat duurt gewoon 3 weken. Dus nu moeten we met onze telefoons gaan filmen. Uiteraard, kom. Ben ik dan ook nog het microfoontje vergeten. Dus hebben jullie lekker allemaal wind nu erbij. Excuses alvast. Tess die vlog met de eigen camera. Met mijn oude iPhone 8. Nee, oud. Zo oud was die niet, maar die heeft de iPhone 8. En dus dat is ook prima kwaliteit. Alleen zou er een microfoontje in moeten en dat zit er dus niet in. Aan, moet ik zeggen. Dus daar hebben jullie wind erbij, sorry. Ik ben even aan het logeren. Het is dinsdag en we moesten naar de tandarts. Tess mag waarschijnlijk over een half jaar een beugel, want ze heeft vampierentanden. Kom op! En ze wil roze slotjes. Nou ja, geinig best. Bij mij moest er een kies opgevuld worden omdat er een krak in zit. Hopeful, not really. Maar het is zoals het is. En daardoor zijn we laat op stal. En dus gaan we vandaag even longeren. Het is wat vrijheidscensuur doen. Ja, dat heb ik de vorige keer al gedaan. Maar nu is ze gewoon even een stap eraf gelokt. Anders dan krijgt ze pijn in haar buik. Dus ze is lekker aan het hobbelen in de stad nu. Ze heeft al gerold. Nou ja, niet vandaag, maar gisteren. Maar ja, we hebben weer binnen de beker. Ik heb het onder de beker. Omdat we even achter moeten in de koetsen. Maar even draaien, kijk, ze wil vandaag. Let op! Kijk, ik moet even afstand. En dan draaien! Dan zegt ze, weet je wat, draai even lekker veel op. Draaien, kom maar. Draaien. Joepoe. Draaien. Soms doet ze het heel goed. En zoals vandaag helemaal niet. Kom, rollen. Jauw. Die kant op. Ja, dank u. Zo moeten we er maar even duwen. Hè? De andere kant. Stappen. Kom maar. Bulletje. Ja. Lekker hè. Nu een gepaste afstand.
is even weer wat nieuws verzonnen. Met een gekzortige bal. Bal, bel, het een beetje gek. Ja, ze moeten een beetje leren hoe mensen aan het voetballen zijn. Oké, okay. Nou, succes. Dus ik was met een jodiumbal als ik aan het voetballen. Oké, okay. Gaan we verder. En ja, god. Nou, vindt het ook winderig? Ik ook, dus dat zullen jullie nu ook wel heel erg horen. Maar goed, we gaan even lekker rijden. En ja, jury voor de kwaliteit. Ik hoop dat ik nog iets zinnigers ga doen en gewoon die microfoon meenemen. Want zoveel werk is het niet. Het zit gewoon in een tasje. Het tasje staat bij mijn bureau. Ik vergeet het alleen over te klikken. Oké! Dus is er ook. En Bill is er ook. Even lekker rijden. Morgen heb je springles. Ja. Vandaag hebben we eigenlijk niet zoveel hoor. Je hebt een werkstuk gemaakt. Ja, Napoleon. En wat kan je over Napoleon vertellen? Napoleon, deze kant en hart. Napoleon was 27 jaar toen hij de macht kreeg over ongeveer 3000 mannen. Hij was al een geliefde bij de Frankrijk, omdat ze Oké, okay. Nou, dat was genoeg informatie over Napoleon voor Hart voor Paarden. Dankjewel, Tessa. Mag ik niet verder vertellen? Nee, doe maar niet. Als jullie wel meer over Napoleon willen weten, dan kunnen jullie het eronder achterlaten in de comments. Oké, okay. Nou, inmiddels hebben we een paar keer gesprongen ook, wat hartstikke leuk was. En ergens heb ik zoiets, ik zou toch ook wel gewoon een jump video kunnen doen. Maar hoe doe je dat? Een jump video of zo? Stes. Ik hoor het gewoon helemaal niet met al die wind. Dus nou, ik ga Tess wel filmen. Dan ga ik er nog even over nadenken. Ik ga het aan Bianca vragen. Dat is misschien handiger. Ik ben vandaag wel aan het springen. En kijk maar mee hoe het gaat. Donderdag! We gaan lekker rijden. Ja, het was eigenlijk, ik dacht heel koud, maar het valt eigenlijk wel mee aan deze kant. Het zonnetje staat op de bak, dus dat is lekker warm. Je wordt hier warm aan, ja, lekker. Morgen komt Jacob, die is van Bukas, Montar en GPA. Dus de helm en andere kleertjes en de tekentjes. En dan gaan we leuk wat dingetjes opnemen, dus dat is wel heel erg leuk. Dus gaat ze ook rijden. Vandaag is het gewoon heerlijk weer. Mijn eten staat al klaar, dus ik hoef alleen maar te gaan in de strijk. Zonder beugels aan met galopperen. Ik trek de knieën nog een beetje op, maar het gaat wel heel lekker. Kijk, ze worden al lang. Kijk. Ik zie er. Nog vrij hard ook. Dat is ook wel eens lekker. Zo. Mijn Japanie.